Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik mijn camera vast heb. Daar zul je hem hebben. Vandaag checken we mijn YouTube leven in Roblox. En deze camera was best duur. Dus ik heb alles verkocht wat ik in Brookhaven had. En nu woon ik hier. Maar dat is niet erg. Want vandaag gaan wij van slechtste naar beste YouTuber. Op dit moment heb ik 0 abonnees. En om de eerste abonnees te krijgen moet ik een video uploaden waarin ik een ijsje haal. Oké, ik zet de camera aan. Vandaag gaan wij het lekkerste ijsje ooit halen. Eens even kijken. Vanille, verjaardagstaart. Bubblegum is het lekkerst. Oh, dankjewel. Nou, in dat geval ga ik voor bubblegum. Wow, ik geef hem een 10. Ik zei het toch? Oké, perfect. Hoeveel abonnees heeft ons dit opgeleverd? 0. Ik kan het me ook wel voorstellen. Wie wil er nou weer zien dat ik een ijsje eet? Het zwembad. Dat is perfect. Camera aan. In deze video ga ik het hoogste bommetje ooit maken. We beginnen ermee dat ik een emote selecteer. En dan met die emote op de duikplank. Wow, moet je dit zien? Dat noem ik nog eens een splash. Oh, sorry. Ik zag niet dat je hier lag. Altijd hetzelfde met die jonge lui. Wegwezen. Ja, oké. Ik ga al. Maar gelukkig stond het bommetje erop. Oh, 10 abonnees. Dat is mijn beste video tot nu toe. Tijd voor mijn derde video. En 3 keer is scheepsrecht. Misschien moet ik wat anders proberen. De arcade. Ik ga mijn eerste game video maken. Eens even kijken. Die kast is nieuw. Laten we beginnen. Oh, ik ben Rainbow Friends aan het spelen. En ik ben hieronder. Dit is perfect. In Roblox speel ik Roblox. Beter dan dat kan niet, toch? En dat is Blue. Als dat geen abonnees oplevert, weet ik het ook niet meer. 100 abonnees. Ik wist dat dit zou werken. Oh, geel, alsjeblieft. Eet me niet op. Wat? Natuurlijk niet. Ik heb juist pizza over. Wil jij wat? Oh, ja, natuurlijk, geel. Dankjewel. Nooit gedacht dat een Rainbow Friend zo aardig kon zijn. Maar 100 abonnees, dat is best wel veel. Ik moet iets doen om het te vieren. Ik heb een idee. Oeh, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Maar we doen het voor onze 100 abonnees. Goeiedag. Ga zitten. Oh, dankjewel. Zo, we zitten best wel ver van elkaar. Dus jij wil een huis kopen? Ja, dat klopt. Voor mijn 100 abonnees wil ik een house tour doen. Ja, precies. Heb je veel geld? Nou ja, ik heb een lening aangevraagd bij de Brookhaven Bank, dus ik heb wel wat budget. Oké, budget. Ik hou van dat woord. Veel budget? Nou ja, ik zoek gewoon een gewoon huis. Gewoon eentje waar ik mijn video's kan maken. 1 miljoen Robux! Ja, dat heb ik niet. Oké, dan geen huis voor jou. Oh, oké, weet je, ik regel het wel. Een soort van. Maar daar krijg ik dan een mooi huis voor? Mooi? Jij krijgt het beste, grootste huis wat er bestaat. Je kan me volledig vertrouwen. Maar waarom staat er dan op het bord dat je liegt? Nou, gewoon, dat is een grapje. Dat is, omdat ik zo niet lieg, is het zeg maar grappig, snap je? Dat klinkt logisch. Het is akkoord. Oké, ik heb de sleutels gekregen en ik kan niet wachten. Pak de camera erbij. Dit is mijn nieuwe huis en vandaag doen we een house tour. zoals je kan zien, de tuin. En zoals je kan zien, vuilnis, soort van. Maar nu het mooiste moment, het huis van binnen. Ja, het is heel handig, want de woonkamer, slaapkamer, badkamer en garage zitten allemaal in één. Praktisch. Oké, hopelijk was dit slim. Wat? 1000 abonnees? Wow! Oh, maar nu leg ik de lat wel steeds hoger. Wat is beter dan een house tour? De boerderij. Een huisdier. 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 Een dier adopteren, wat superleuk is. En wat kan zorgen voor een fantastische video. Maar 1 dier is zo normaal. Ik ga er 100 adopteren. Oké, we zijn er bijna. Wow, goedemiddag. Jij ook een goedemiddag. Wat een prachtige paarden heb jij. Ik wilde vragen, zou ik er misschien eentje kunnen adopteren? Ja, natuurlijk. Hoeveel ook alweer? Oh, gewoon eentje. Plus 99. Ik wil 100 paarden. Wil je daar een tasje bij? Dit zijn mijn huisdieren. Ze zijn super lief en eten best wel veel. Dus ja, ik blijf hier voorlopig nog wel even wonen. Want al mijn Robux gaan op aan paardenvoer. In ieder geval, hebben jullie een leuke naam voor de paarden? Laat ze me in de reacties weten. En abonneer, want dat vinden de paarden leuk. Denk ik. Perfecte video. Maar gaan mensen het ook leuk vinden? Wat? 10.000 abonnees? Ja! Maar even serieus. Jij een leuke naam voor een van deze paarden? Of 100 namen? Reageer ze. Ah, maar weet je, ik heb de lat nu wel echt heel hoog gelegd. Ik moet denk ik iets doen wat eigenlijk niet mag. Als in iets spannends. Ik moet een epische reactie hebben. Zodat mensen wel blijven kijken. Toch? Ik heb misschien wel een cool idee.
Ik ben een beetje zenuwachtig, want voor mijn volgende video ga ik naar het grootste huis in Brookhaven. En hier woont dan ook de rijkste speler. Oh my gosh, ik struikel bijna over de auto's. En ik ga iets doen wat moet zorgen voor de beste video ever. Oh nee, daar is de bewoner. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik ga... belletje lellen. Oh, oh, ik was vergeten weg te rennen. Oh, dat hoort ook bij belletje lellen. En stop. Als dat niet de beste video ooit is. Wat? 50.000 abonnees? Ik geloof mijn ogen niet. Oh, dit moet ik nog een keer doen. Snel, camera erbij. Ik bel aan en ik ren weg. Uh-oh. Oh. Nee. Hopelijk stond het erop. Oh nee, mijn batterij was leeg. Ah. Ach ja, de eerste keer is het wel gelukt. En wauw, we zijn flink geband. Oké, mijn camera is weer opgeladen. En dat is maar goed ook. Want ik ga misschien wel het spannendste doen tot nu toe. Maar eerst ga ik even... even hier naar binnen. Ja wat, ik ben zo druk met filmen. Ik heb bijna nog niks gegeten. Oké, maar serieus nu. Ik ga namelijk naar binnen in de agency bunker. Camera aan. Oké. Vandaag gaan we naar binnen, in de bunker van de agency. Het staat ook wel bekend als de machtigste groep in Brookhaven, waarvan de plannen alles behalve goed zijn. Oké. Kijk, dit is het agency logo. En laten we eens even kijken waar ze vandaag mee bezig zijn. Daar is iemand aan het werk. Laten we dus via deze kant lopen en... oh, de kluis. Daar moet wel iets in liggen. Brookhaven overnemen. Ik zei toch dat hun plannen duister zijn. Oké. Laten we proberen hier naartoe te gaan. Zoveel Robux. Oh, die zijn van mij. Sorry. Luister. Geef ze terug. Geef ze gewoon terug. Oké. Alsjeblieft. Oké, dankjewel. Je mag gaan. Oh, echt? Even denken. Echt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ach ja, zie het zo. Ik ben nog aan het filmen. Ja, nu nog wel. Oké, maar ik film nog steeds. Dat moet een goede video zijn geweest, toch? 100.000 abonnees. Yes, dat betekent maar één ding. De zilveren playbutton. Yes, het is gelukt. Kijk, ik heb een zilveren playbutton. 100.000 abonnees. Er is ook een gouden playbutton. Oh, dat is natuurlijk wel een probleem. We hebben letterlijk alles gedaan. We begonnen met een ijsje halen, bommetje in het zwembad. Helemaal tot en met geband worden door de rijkste speler. Voor je het weet zat ik in de bunker van de agency. En nu sta ik hier, met mijn zilveren playbutton. Ik moet wel met iets heel speciaals komen wat nog niemand heeft gezien. Waar je niet mag komen... en wat geheim is? Ik heb mijn camera alvast paraat. Oké, zilveren playbutton. Wens me geluk. We zijn namelijk in het ziekenhuis. En we moeten daar doorheen. Het ziet er nou uit dat er niemand is. En gelukkig heb ik een trappetje meegenomen. Oh ja, natuurlijk de camera. Vandaag zijn we in het geheime gedeelte van het Roblox ziekenhuis. En gaan we... wat hoorde ik nou? En gaan we hier de boel verkennen. Ik ben professor professor. Professor professor? Is dat niet een beetje dubbel op? Bemoei je er niet mee. Oh, oké, sorry. Wat zijn dit hier allemaal? Dat zijn mijn experimenten. Jouw experimenten? En wat gaat ermee gebeuren? Het worden monsters. Zo simpel is het eigenlijk. Ze worden eng. En gaan Brookhaven overnemen. Ja, dat is het eigenlijk wel. Oh, oké. Ik bedoel... oh. Oké, maar waarom blijf je zo rustig? Ga je me niet wegsturen of zo? Wegsturen? Nee, natuurlijk niet. Dat doen mijn monsters wel. Oh, ik moet er vandoor. Oké, laten we hopen dat hij bluft. Misschien wil hij ons gewoon bang maken. Dat zou kunnen, toch? Zie ik daar nou iets? Er ligt slijm voor die kast. Wacht, misschien kan ik een beetje inzoomen met mijn camera. Ja, er is niet veel van op te maken. Hallo? Is daar iemand? Ik zou bang moeten zijn. Maar ik besef me ineens. Ik kan een achtervolgingsscène voor deze vlog best wel goed gebruiken. Oh nee. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik moet ontsnappen. Nee. 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 Oké. Dat was wel een leuke vlog. Wacht, wat? De 1 miljoen abonnees. Dat meen je niet. Maar dat betekent maar één ding. De gouden playbutton. Het is me eindelijk gelukt. We hebben officieel het YouTube-huis. Gevuld met paarden. Ik kan mijn paarden natuurlijk niet vergeten. Die zijn er al sinds dag 1. Ik ben een YouTuber. En ik een taco. Nee, Bob. Dat ben je niet. En dit hier is mijn tycoon. Ik ga proberen om de beste YouTuber te worden. Oké, daar gaan we. En het is nu tijd voor onze eerste computer. En als ik daarachter ga zitten, ben ik aan het filmen. Dat is heel raar. Ik ben dus eigenlijk aan het filmen in Roblox, terwijl ik aan het filmen ben in het echt. Ik snap het niet meer. Ik moet op deze knopjes drukken om het sneller te laten gaan. En we hebben weer genoeg geld, dus we blijven upgraden. En ik heb een zwaard. En de YouTuber naast mij
is al een stuk verder. Zou ik daar naar binnen kunnen? Wacht eens even. Ik ben nu de deur aan het saboteren. Dus als het goed is, gaan de lasers nu weg. Ze is daar aan het filmen. Wow, moet je zien. Uh-oh. Oh, snel, snel, snel. Ik heb een YouTuber verslagen. En nu is haar tycoon van mij. Oh, dat is zo flauw. Maar toch ook wel een beetje grappig. Maar wacht eens even. Ze heeft een tweede verdieping. Wow, kijk dan. Maar daarvoor ben ik hier niet. Ik wil de Robux. En kijk eens aan. Ik heb haar Robux gestolen. En nu ga ik snel deze kant op. Oh, wacht. Ja, dat is een probleem. Maar alsnog, ik heb nu zo mega veel muntjes. Ik kan letterlijk alles kopen. Tenminste, waarschijnlijk voor nu even. Maar zometeen niet meer. Oké, de muren zijn natuurlijk heel belangrijk. Anders komt er zometeen ook iemand bij ons binnen. En dat willen we niet. Oh, kijk. Dit is alweer de tweede verdieping. Maar hier beneden zijn we nog niet klaar. En oh ja, linksonder staat hoeveel abonnees we hebben. We hebben er 1200. En daarmee kunnen we een boekenkast kopen. Maar niet alleen dat, ook een bank. Ben je echt? Vraagt dat meisje. Ze mag wel even binnenkomen. Ze loopt naar binnen. Maar wacht, heb ik haar net niet ingemaakt? Was zij dat niet? Ik voel me nu echt heel flauw. Jullie zijn allemaal welkom in mijn YouTube-huis. En wat hebben we hier? Het bed. Oud bed. En wat is dit? Een YouTube-hamer. Werkt die? Oh, het werkt! De YouTube-hamer! Maar dit zwaard is veel sterker. En wauw, ik zie het nu pas. Wij maken letterlijk het YouTube-logo hier. Ik ga weer richting de computer. Want het is tijd om meer video's te filmen. Oh, dit is zo cool. En wanneer het geld zometeen op is, dan weet je hoe laat het is. Ik ga dan gewoon weer naar een nieuwe YouTuber toe om iets te lenen. Job, het is niet lenen als je het niet teruggeeft. Oké, je hebt gelijk. Mijn geld is op. Maar wacht even. Oh, dit is de YouTuber die we net hebben ingemaakt. Kunnen we haar inmaken voordat ze naar binnen gaat? Het antwoord is ja. Oké, daar zijn we net al geweest. Dus ik vind het een beetje flauw om daar weer naartoe te gaan. Dus deze keer gaan we naar onze andere buren. En die zijn ook best wel ver. En ik zie nu door het raam dat hij aan het filmen is. Dus hij heeft niet door dat wij stiekem de lasers uitzetten en naar binnen lopen. Oké, dan moeten we even kijken, want volgens mij, we hebben het geld gestolen. En hij is nog steeds aan het filmen. Hij heeft het letterlijk niet doorgehad. En dan gaan we nu weer terug naar huis. Wat hebben we hier? Een kamer. Oh, er is iemand bij ons binnen. Jij mag hier niet zijn. Wegwezen. Kom hier jij. Jij bent niet welkom in mijn YouTube huis. Ik heb hem ingemaakt. Oké, dus dit is wel iets. We moeten denk ik even een dak of zo regelen, zodat niet iedereen naar binnen kan komen. Oh, we hebben een YouTube bank. Oké, wat decoratie. Oké, volgens mij zijn we nu wel heel ver. Alleen ons geld is weer op. Job, kun je niet gewoon zelf, zeg maar, geld krijgen in het spel? Dat kan wel. Maar ik vind het leuk om mee te nemen. Oké, degene die het verst is, dat lijkt wel de paarse tycoon. We gaan eerst eens even door het raam gluren waar die YouTuber is. Want bij deze zie ik niemand achter de computer. Kijk hoeveel playbuttons. Oh man, volgens mij heeft ze het door. Oh nee. Oké, wacht even. Nee, nee, nee. Jij moet weg, jij moet weg. Oh my gosh, op het nippertje was ik eerder. En kijk. Oh man, ik moet heel snel weg, want ze zit achter me aan. En weet je nu wie hier toch zijn? Laten we hier een bezoekje brengen. Weer niemand achter de computer, of wel? Dit is zo creepy. Voor hetzelfde geld staat hij gewoon om de hoek. Oké, we kunnen naar binnen. En ik weet inmiddels waar ik moet zijn. 3, 2, 1, kablam. Oh, ik kan het niet stelen. Oké, dan gaan we weer weg. Wacht eens even. Er is iemand binnen bij mij. Dat is niet de bedoeling, doe het wegwezen. Ook al doe ik eigenlijk hetzelfde. Oké, wat kunnen we hier upgraden? We hebben hier een vloer. En ik ga hier weer zitten om zoveel mogelijk video's te maken. Dit is namelijk de manier hoe je dus zoveel mogelijk abonnees erbij krijgt in dit spel. Ik ben zo goed bezig. Ik klik en ik klik weer nadat ik heb geklikt. En yes, we hebben de 10.000 abonnees. En nu we zoveel abonnees hebben, kunnen we onze computer upgraden. En dat is niet alles. Want we kunnen ook ons bed upgraden. Oké, ik ga snel zitten. En achter deze nieuwe computer ga ik verder. En ik heb de 20.000 abonnees. Dus ik kan de bank upgraden. En dat is niet alles. Want we hebben ook een tv. Oh, dat is een oude tv. En wat is dit? Een grotere YouTube hamer. Oké, we kopen een upgrader. Planten. Nog een upgrader. En op deze verdieping van alles. Ik weet niet wat ik allemaal koop, maar ik heb het nodig. Ik bedoel, hey, we willen de beste YouTuber worden. Dus zo moet het er ook uitzien. Oh, dit is denk ik de badkamer, of niet? Ja, een wc, kastjes en een tapijt. Ik moet zeggen, we zijn best wel lekker bezig. Dit is onze keuken. Ziet er goed uit. Oh my gosh, mijn geld is bijna op. Oh nee. Dus je weet hoe laat het is. Maar voordat ik ga, ik ben een YouTuber. Eerst nog even snel wat video's filmen. En natuurlijk uploaden. Oh man, ik ben zo benieuwd. Gaan wij de zilveren playbutton krijgen? Die krijg je bij de 100.000 abonnees. En we hebben nu bijna 50.000. We zijn goed onderweg. Daar ben ik nog niet geweest. Wacht eens even. Mr. Beast? Kan ik hier niet gewoon wat Robux van meenemen? Oh, dit meisje is net weg. Ach ja, dan gaan we weer naar onze buurvrouw. Ze staat letterlijk voor de deur. Dus volgens mij heeft ze het door. Dus ik moet snel zijn. En we hebben genoeg voor een nieuwe computer. Oh man, deze is zoveel sneller dan degene die we net hadden. En hij is cool. En nu ik zo aan het kijken ben, we hebben bijna de 100.000 abonnees. 3, 2, 1, 100.000. We hebben het. Let's go. Dus moet je dit zien.
De zilveren playbutton. Maar er is nog ruimte naast. Dus klaar, dat zijn we nog niet. De volgende playbutton krijgen we bij de 1 miljoen abonnees. We hebben alleen hier nog wat dingetjes af te maken. Wat een woonkamer. Dan lopen we even door de keuken heen. Hupsakee. Ziet er goed uit. En wat is dit? Keukenspullen. Oké, deze verdieping is af. Dus we gaan door naar nummer 3. Oké, volgens mij... Kijk, dit is perfect. Hier kunnen we weer droppers neerzetten. En dat levert ons een hoop geld op. Ook al moet ik zeggen, we nemen dat gewoon van andere YouTubers mee. Oh, het is op. Oh my gosh. Deze YouTuber heeft zijn laser door niet eens aanstaan. Dus we kunnen letterlijk gewoon naar binnen lopen en het geld meenemen. Maar waar is die dan? Oh, hij is daar. Zouden we hem kunnen inmaken terwijl hij zijn video filmt? Ik ben hier nooit geweest. Aan de kant, ik was hier niet. Oeh, wacht, er is een nieuwe YouTuber bij. Daar ben ik nog niet binnen geweest. Sorry jongens, jullie moeten even aan de kant. Ik moet hier zijn, het spijt me. Eventjes wegwezen jullie allebei. Oké, nu moet ik snel zijn voordat hij respawnt. Oh, volgens mij komt hij eraan. Heb ik nu een probleem of niet? Oh, hij probeert me in te maken. Maar ik heb het zwaard. Oh, nee, rustig. Oh. Hij had een hamer. En we kunnen hier weer een aantal dingen upgraden. En natuurlijk onze tv. Kijk, dit is zo gaaf. Maar we zijn er voorlopig nog niet. Dus ik ga snel naar boven. Ik koop wat muren erbij. Nog meer muren en ramen. En hier nog meer muren, wat planten en een vloer. En wacht eens even. No way! We hebben onze eerste editor. Alleen ons geld is weer op. Maar dat is geen probleem. Ik kan hem letterlijk door het raam zien. 3, 2, 1. Snel, snel, snel. Hij heeft niks door. Oh, let's go! Dankjewel, hè. Hier ben ik nog niet binnen geweest. Ik zie alleen niemand achter de computer. Ik ben benieuwd welke YouTuber dit is. Oké, ik kan naar binnen. Eerst maar even kijken. Nee, volgens mij niet. Oh, het is Wednesday! Het is letterlijk Wednesday! Sinds wanneer is Wednesday een YouTuber? Ze is af. Ze was een YouTuber. Oké, daar gaan we. Want nu ik hier toch ben, let's go. Oh, ik kan het niet meenemen. En hier hebben we Wednesday weer. Oh, ik moet echt weg. Ze zit achter me aan. Oké, dan ga ik hier naar binnen. Ik zie die dude daar letterlijk rondlopen. Oké, volgens mij heeft hij het door, dus ik moet snel zijn. Oh, nee. Snel, snel, snel. Let's go. Oh, nee, hij heeft de laserdeur weer aangezet. Maar ik maak je in. En nu ga ik zelf af. Maar het voordeel is, we hebben de 500.000 abonnees. En dat betekent... weer een upgrade. Hier kunnen we nog wat upgraden. En hier ook. En als we dan nog even verder gaan achter onze nieuwe computer, dan kunnen we zelfs ons bed upgraden. Wauw. Oké, we zijn over de helft. We gaan richting de 1 miljoen abonnees. En we begonnen de video met 0. Oeh, kijk. En wat is dit? Wow. Oké, wat hebben we hier? Een zilveren playbutton. Cool. Planten. Ook wel cool. Een nieuwe verdieping met een trap naar boven. We zijn goed bezig. We hebben de 900.000 abonnees. Nog 100.000 te gaan. In de tussentijd naar boven halen wij er weer een nieuwe editor bij. Oh my gosh, wacht eens even. Volgens mij hebben we de 1 miljoen nu echt bijna. Het is aftellen geblazen. We hebben de 1 miljoen. Ik hoefde niet eens af te tellen. Dus dat betekent... het is gelukt! We begonnen deze video met 0 abonnees. En we hebben nu de 1 miljoen. Maar we hebben wel wat meer Robux nodig. Dus ik ga hier snel even naar binnen. Ik ga de hoek om. Die dude heeft niks door. En we gaan weer weg. Want moet je dit zien? De gouden playbutton. Nu is er ook nog een diamanten playbutton. Voor bij de 10 miljoen abonnees. Maar voor nu ga ik weer snel verder met het maken van zoveel mogelijk video's. Wie ben jij? Ik ben de grootste YouTuber. Oh ja? Dan ga ik jou verslaan. Wat kunnen we hier kopen? Wat is dit? En dit is onze eigen editor. Die moet ik hebben. Wat we nu hebben is, als het goed is, iemand. Kunnen we die hier neerzetten? Oh, het is een mini-ik. Met andere woorden, wij moeten nu zoveel mogelijk filmen. Zodat als we thuiskomen, we dat hem kunnen laten editen. Dat is zo handig. En terwijl hij edit, kunnen wij nog meer filmen. Ik ben inderdaad mijn beste camera kwijt. Omdat ik een rebirth heb gedaan. En daardoor heb ik 3 tokens. We gaan er eentje inzetten om te kijken welke YouTube playbutton we gaan krijgen. Misschien is het wel een hele zeldzame. Wow! Die is gaaf. Onze editor heeft 3 video's geëdit. Die slaan we allemaal op. En zelf gaan we die dan allemaal uploaden. Video 1, video 2 en natuurlijk video 3. Ja, wie is de echte nu? Maar deze playbutton zet ik hier neer. En die zweeft in de lucht. Het is van kristal. Oké, weet je wat? Ondertussen filmen we erop verder. Wat voor YouTuber ben ik in dit spel? Een gamer? Een vlogger? Laten we deze hier kopen. Laat het in de reacties weten. Mijn SD-kaart is vol. Ja, je weet hoe het gaat. We filmen te veel. Maar het voordeel is dus, we hebben nog 2 tokens. En ik ben super benieuwd welke playbutton we nu gaan krijgen. De dubbelgouden. Die is zo gaaf. Lijkt wel van lava. Oké, editor. Alles wat op de SD-kaart staat, dat mag jij gaan editen. Oh ja, deze moeten we natuurlijk nog even aansluiten. Daardoor verdienen we veel meer geld. Hij heeft het nu al geüpload. Oh my gosh, hij is letterlijk aan het uploaden terwijl wij buiten aan het filmen zijn. We hebben dus nu veel meer tijd om te filmen. Even onze SD-kaart upgraden. En alles wat hij doet is het editen en uploaden. Maar volgens mij hadden we nog 1 zo'n token, toch? Oh, laten we kijken. Misschien hebben we daar wel geluk mee. Krijgen we de zeldzaamste playbutton van allemaal? Nee! Maar ach ja, zie het zo. We kunnen zo meteen weer een rebirth doen. Eerst zetten we deze neer. Nu hebben we er letterlijk 2. En onze editor, daar hebben we onze SD-kaart weer leeg bij gemaakt. En over onze SD-kaart gesproken, die hebben we weer flink geüpgrade. Weet je wat misschien wel slim is? We kopen er gewoon nog een computer bij. Dan halen we
halen we onze bank weg. Daar zetten we een nieuwe computer neer. Met een veel te oude stoel. Maar kijk, nu kunnen wij zelf ook editen. Nu hebben we dus 2 mensen die aan mijn YouTube kanaal werken. Waardoor we veel meer afkrijgen in een kortere tijd. Let's go. We weten inmiddels al hoe dit in elkaar zit. We hebben al zoveel video's. En wauw. Tijd voor een nog betere computer. Deze hier. En dan deze camera. En een veel betere SD-kaart. We kunnen zometeen weer een rebirth doen. Maar ik ga ook iets doen. Oh, mijn SD-kaart is vol. Wat waarschijnlijk geen enkele YouTuber wil doen. Alleen dat hou ik nog eventjes geheim. Oh ja, even upgraden. We hebben nu 4 schermen. Oh, en dat is te merken. Dit gaat veel sneller. Oké, deze video uploaden we. En oh my gosh. Nog een betere computer. Namelijk deze. Filmen, 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 filmen. Editen, editen, editen. Thumbnailtje erbij. En natuurlijk uploaden. We upgraden onze SD-kaart. Betere camera. En dit betekent maar 1 ding. Als we nog even zo doorgaan. En we blijven upgraden. Nu deze. Is het tijd voor de volgende rebirth. En dan ga ik dus datgene doen. Wat waarschijnlijk geen enkele YouTuber wil. Een rebirth kun je doen. Zodra je de beste computer en camera hebt. Beide hebben wij bijna. Dit gaat zo snel. Ik ben een watermeloen. Dat is hoe de video heet. Want hey, ik ben een watermeloen. Even uploaden deze video. Volgens mij is het moment daar. Nieuwe camera. Filmen, filmen, filmen. Op naar de laatste. Bijna laatste. Computer. Normaal vind ik het nooit zo leuk om een rebirth te doen in een spel. Maar hier is het echt de moeite waard. We hebben de beste camera. En dat is te merken. Wat een ding. En nu zometeen ook de allerbeste computer. En dat betekent dat als we hier naar binnen gaan, het tijd is voor een rebirth. Dus nu hebben we weer de slechtste camera. Maar ook deze milkshake. En als we die geven aan onze editor en hij drinkt de milkshake op. Oh. Oh, we kunnen hem voor 30 minuten niet gebruiken. Dat was misschien niet zo slim. Maar weet je nog dat ik net vertelde dat we wat gaan doen? Wat geen enkele YouTuber wil. We kopen deze versnipperaar. Die zetten we hier neer. En daar gooien we dan onze award in. Oh nee. Oh. Oh nee. Ja, en dat doen we ook met deze. Oh, dit is zo zonde. Nee. En ook met die. Nee. Daar begin ik niet aan. Alleen nog met deze dan. Maar dat heb ik gedaan met een reden. Want als ik dan namelijk dit koop, een crafting table, dan kan ik dat gebruiken om deze kristallen te veranderen in een groot kristal. Geen idee waarom, maar het is cool. En nu is het weer tijd voor een nieuwe award. Ah, nee. Ach ja, die hadden we nog niet. Kom op, geef me er nog één. Degene met een rode achtergrond is één van de zeldzaamste. Maar wij krijgen. Ah, die had ik al. Maar we blijven doorgaan. En zoals je weet kunnen we sommige versnipperen. Die had ik nog niet. Oh, dat is nice. Hadden we ook nog niet. We gaan dit hier allemaal weghalen. Zelfs ons bed. Ik slaap niet. Ik hoop dat het snel beter gaat met hem. Deze hier. Deze hier. Ik ben nog wel even bezig. Maar dan heb je ook wat. Oh. En als we nog 1 rebirth kunnen doen, dan kunnen we als het goed is naar een nieuwe verdieping. Computer. En het is tijd voor de eerste video. Of tenminste, de eerste na onze rebirth. En die is geüpload. Oh ja, natuurlijk. Ik moet natuurlijk wel deze internetdingen aansluiten voor de beste internet. Snel uploaden. Snel upgraden. We zijn zometeen de grootste YouTuber van Brookhaven. Elke keer nadat je een rebirth hebt gedaan, gaat het veel sneller. Nieuwe camera. We worden steeds sterker. Uploaden. Upgraden. En filmen. En dat dan weer herhalen. Oeh. Ik moet zeggen, dit gaat sneller dan ik dacht. Want het is weer tijd voor de duurste computer en de beste camera. Dus dat betekent weer een rebirth. En deze keer, oh my gosh, kunnen we dus hier helemaal rechtdoor lopen, de lift ingaan en kunnen we naar de tweede verdieping. No way, allemaal nieuwe computers. En dat allemaal uit de toekomst. Nog niet gesproken over deze bizarre camera's. Moet je dat zien? Weet je wat ik doe? Ik haal er gewoon heel veel editors bij, want met hem gaat het nog niet goed. Moet je dit zien? Ik heb mezelf zo vaak gekloond. Je kan letterlijk bijna niet zien wie er echt is. Ik hoef nooit meer zelf een video te maken, want ik heb mezelf zo vaak hier achter een computer. Ik ben helemaal klaar. Vandaag gaan we naar de Brookhaven school. Alleen het is weekend. Er wordt gezegd dat je nooit in het weekend naar de Brookhaven school moet gaan, omdat. Wacht eens even. Omdat het er dan raar zou zijn. Ben je serieus? De eerste les, de eerste les. Let's go! Bob, jij bent toch helemaal geen leraar? Nee, maar ik ben trots taco-liefhebber. En dan ga je lesgeven in het wiskundelokaal. Wat is wiskunde? Ben je serieus? Oké, ik ga er vandoor. Nee, wacht! Ja, wat? Onverwachte toets. Ben je serieus? Oké, wat krijg je als je. Bob, zo kan ik me niet concentreren. Wat krijg je als je 1 taco met. Bob, sorry. Wat als je een taco opeet? Dan zit je vol. Nee, dan wil je er nog 1. Waarom sta je zo dichtbij? Je krijgt een 1. Een 1, maar. Ja, oeh, een 1. Hey, ik ga er vandoor. In het weekend naar de Brookhaven school. Misschien was het toch niet zo'n goed idee. Wie ben jij? Oh nee, het wordt ook al donker buiten. Hallo. Welkom. Klaar voor de toets? Ja, ik denk het wel. Het kan nooit erger zijn dan de taco-toets van Bob. Als je voldoende haalt, ben je de rest van de dag vrij. Oh, serieus? Dat is fantastisch. Maar wat als ik een onvoldoende haal? Dan gebruik ik mijn duistere magie. Oké, wat is de vraag? De eerste is makkelijk. Wat is 3000 plus 256 min 42 gedeeld door 2 keer 7,5 in het kwadraat? Ketchup? Hahaha! Fout! Oh nee, nee, alsjeblieft. Geef hem nog 1 kat. Ah, kom op. Ik ga er vandoor. Kijk eens aan. Het is gelukkig weer dag en we gaan naar het volgende lokaal toe. Wow. Oh nee. Is er brand? Oeh. Wacht.
Wat? Arr. Arr? Wie ben jij? Ik ben Piraat Geen Baard. Piraat Geen Baard? Ja, want ik heb niet echt gezichtsbeharing. Ik had mezelf wel Groenbaard willen noemen, maar dan zou ik liegen. Ja, precies. Heb je er wel over nagedacht dat er brandalarmen zijn in dit gebouw? Oh, je hebt het over dat rook. Dat is voor het effect. Ja, maar nogmaals, er zijn brandalarmen. Weet je, laat maar. Wat gaan we vandaag doen? Onverwachte toets. Oh, dat meen je niet. Nou ja, ik ga wel vast zitten. Waar is het papiertje? Hahaha. Waar heb je het papiertje? Hé, hey, kom op. Zo praat ik niet. Dus wat gaan we wel doen? Ik heb geen tijd voor lessen in een klaslokaal. Hè? Maar waarom heb je het dan helemaal ingericht met al deze piraatachtige dingen? Voor het effect. Dat zei ik toch net ook al. Volg mij. Waarom fiets ik achter een piraat aan die op een Segway zit? Naar school gaan in het weekend. Is inderdaad best wel raar. Wow, Lake Madison. Wat gaan we hier nou weer doen? Wij gaan schat graven. Schat graven? Is dat de toets van vandaag? Dat is zo leuk. Nee, schat graven is moeilijk. Het vereist focus. En het is niet voor iedereen weggelegd. Oké, dat klinkt vermoeiend. Ik ga gelijk aan de slag. Ik ben al even aan het graven, maar ik lijk niks te vinden. Wacht, misschien ligt het aan de plek. Laat ik het hier proberen. Ook niet. Ik wil de piraat niet storen. Die is waarschijnlijk super druk met de schat zoeken. Die doet dit immers al jaren. Ik ga hem toch om advies vragen. Piraten... Wacht, wat? Meneer de piraat, dit is toch niet wat hard werken is? Ja, natuurlijk wel. Ik hou jou in de gaten. Ja, maar op deze manier gaan we de schat toch niet kunnen vinden? Schat? Welke schat? Hè? De schat die we hier aan het zoeken zijn. Wat? Dit is toch gewoon een stranddagje? Een stra... Bommetje! Oké, ik ga weer terug naar school. Alleen de schoollokalen zijn leeg. Wat hebben we hier? De theaterzaal. Oeh. Dan vraag ik me altijd af, hè. Wat zou er achter dit doek zitten? Nou ja, daar komen we vast nog wel een keer achter. Wow, Elf on the Shelf? Ik wens je een prettig kerstfeest. Ik wens je een prettig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Elf on the Shelf, het is toch helemaal geen kerst? Wat? Hoe bedoel je? Nou, gewoon zoals ik het zeg. Heb je buiten gekeken, joh? Het is 25 graden. Het is toch helemaal geen kerst? Maar ik bedoel, we kunnen kerst vieren. Kersttoets! Oh nee. Oké. Waar is het papiertje? Heb ik niet nodig. Hoeveel cadeautjes liggen er hier op het podium? Je hebt 1 minuut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 36, 41, 9, 5, 200, 3001. 3001. Elf on the Shelf? Wacht eens even. Wat ben jij aan het doen? Het is hier veel warmer dan op de Noordpool. Ja, maar... ik heb de cadeautjes geteld. Relax, man. Neem een stukje pizza. Wat? Maar het was toch een toets? Oh, ik hou van pizza. Maar het was toch een toets? Weet je, laat maar. Oké, wat wordt het volgende lokaal? Wat hoorde ik nou? Hey. Hallo? Oh. Wow. Wie ben jij? Gaat je niks aan? Wat? Gaat het wel? Wat is er? Onverwachte toets. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Nou oké, wat is de vraag? Geen vraag. Het licht moet uit. Het licht moet uit? Oh, je bent een vampier. En je kan niet tegen licht. Dus als ik het licht uitdoe, heb ik een 10? Ja, schiet nou op. Oké, ik ga al. Maar wacht, het licht uitdoen. Dat is toch niet zo lastig? Oké, dankjewel. Ja, natuurlijk. Dus ik krijg een 10? Jij bent gemaakt van watermeloen, of niet? Sappige watermeloen. Ja. Maar hoezo? Krijg ik nog een 10? Mijn scherpe tanden houden wel van watermeloen. Oh! Nee. Licht aan. Oké, sorry, maar ik ben niet de schoollunch. Te veel licht! Gaat het wel? Wacht, wat? Heb ik zojuist een vampierleraar in een vleermuis zien veranderen? Volgens mij wel. Ik ben hier zo klaar mee. Ik denk dat ik het opgeef. Ik ga er vandoor. Wacht eens even. Zie ik het nou goed? Het wiskundelokaal. Met wiskunde op het bord. En een wiskundeleraar? Is het weekend voorbij of zo? Dit ziet er niet eens zo heel raar uit. Goede... avond. Oh, hallo. Goed dat je er bent. Ja, precies. Nee, ik zie niets raars aan je. En ook niet aan het klaslokaal. Waar heb je het over? Dit is gewoon wiskunde. Ja, precies. En dit is de eerste keer in mijn leven dat ik daar blij mee ben. Nou, ik zal wel alvast gaan beginnen met leren. Hoe moet je dit zien trouwens? Het is gewoon diep in de nacht. Ik zie de volle maan. Wat zei je? Nou, check het zelf. Het is letterlijk volle maan. We zitten middernacht wiskunde te leren. Middernacht? Volle maan? Ja, je weet wel. 12 uur s'nachts.
S'nachts, wat gebeurt er met je? Ga weg, nu het nog kan. Ga weg nu het nog kan? Waar heb je het over? Rustig. Oh, nee, nee. Laat me met rust. Laat me met rust. Hier is de schoolkantine. Maar je kunt je niet eten. Oh, oh. Waar is hij? Wat is hij daar aan het doen? Hij is maar aan het zoeken, denk ik. Hij heeft alle licht uitgedaan. Oh, nee. Oh, ik denk dat de weerwolf weg is. Niet alleen dat, maar het is ook weer dag. Dan is hij sowieso weg. Oké, ik doe de licht er weer aan. Oeh, ik ruik het lekkere eten in de kantine. Wie ben jij? Wow, gaat het wel? Wat is er? Ik hou van suiker! Wacht eens even. Normaal staan hier toch altijd 30 blikjes cola? Waar zijn die naartoe? Ik had dorst. Wacht, wat? Dat meen je niet. Dat is veel te veel. Hoe voel je je? Dat is geen antwoord, maar oké. Opdrachttoets. Opdrachttoets? Nou ja, vooruit. Ik ben er nu toch. Wat wil je dat ik doe? Kantineleraar. Ga naar de supermarkt en haal oranje eten. Naar de supermarkt? Oranje eten? Je wil gewoon dat ik boodschappen voor je ga doen. Nee, nee, nee. Je gaat het zo zelf wel zien. Dit is een extreem belangrijke opdracht. Alleen voor de slimste studenten. Oké. Nou ja, dan doe ik het wel. Als ik hem zo hoorde, komt er haast bij kijken. En ik zit al anderhalve dag in de Brookhaven school. Oké, snel. Karretje pakken. Alleen maar oranje eten. Ah, dat zijn deze chocoladerepen, denk ik. Perfect. Oké, ja, ik ben er. Kijk, ik heb al het oranje eten wat je vroeg. Oké, snel, snel. Geef het. Oh ja, natuurlijk. Hier, alsjeblieft. Je belangrijke missie voor de slimste student. En wat nu? Hallo? Pak maar een blikje cola of zo. Ah, wacht, ben je serieus? Je hebt me gewoon boodschappen laten doen. Ah, ik ben het serieus een beetje zat. We hebben het gymlokaal nog. Nou, laten we dat in ieder geval nog een kans geven. Is dat de burgemeester van Brookhaven? Let's go! Oh, ik ben zo snel! Meneer. Meneer! Wat is er? Waarom bent u rondjes aan het rennen? Moet u Brookhaven niet in de gaten houden? Brookhaven? Oh ja, oh ja. Ja, dat komt later wel. Je weet dat de bank al 12 keer is overvallen deze week, omdat u rondjes aan het rennen was? Gelukkig geen 13 keer. Ja, nee, maar zo werkt het. Oké, u bent ook een leraar in het weekend? Complimentjeskunde. Complimentjeskunde? Wat houdt dat nou weer in? Ik zal het laten zien. Ja, dat was mis. En nu zeg jij, oh, wat een mooie worp. Hé, maar je gooide het duidelijk mis. Ja, maar het is complimentjeskunde. Je moet mij complimenteren, anders faal je. Maar zo werkt... Dat was mis, oké. Wat een prachtige worp. U zou echt professionele basketballer moeten worden. Ja, perfect, zo ja. Oké, ik ga er vandoor. Ik ga nu toch echt naar huis. Het kantoor van de directeur. Oké, misschien kunnen we een klacht indienen, want dit is toch niet hoe lesgeven werkt. Wow, wat gebeurt hier? Wie ben jij? Ik ben super slim. Hallo? Oh, hallo. Wat is dat daar achter jou? Dit is toekomstkunde. Toekomstkunde? En wat leer je daar? Nou, de naam zegt het al een beetje, vind je niet? Over de toekomst. Oh, dus die deur daar is een portaal naar de toekomst? Nee, naar het verleden. Maar dit is toch toekomstkunde? Ja, ik ben er ook nog niet perfect in, oké? Nou, weet je wat? Een portaal naar het verleden, zelfs dat gaat beter zijn dan deze Brookhaven school in het weekend. Oh nee, waar ben ik? Dit is zo ver terug in het verleden dat Brookhaven er nog ineens was. Maar in ieder geval, geen irritante toetsen meer. Abonneer voor meer en adios.